heel bijzonder is voor de stad Leiden is dat Leiden een hele rijke leeromgeving heeft. De uitvinders van nu zijn geïnspireerd door een uitvinder van een heel aantal decennia geleden. Het is sowieso een hele bijzondere stad omdat het de stad is met de oudste universiteit van Nederland. Ja, dat inspireert mij wel heel erg om dat soort verhalen te kunnen vertellen als museum. Goed onderwijs. Dat gebeurt niet alleen in de klas, maar daarbij gebruik je je hele omgeving. En die wetenschap is overal voelbaar. Een gezamenlijk project, dat heet Verwonder om de Hoek. En dat is er eigenlijk op gericht om die kinderen centraal te stellen. En wat hun passies zijn en de musea die rijke leeromgeving ook kunnen bieden. Die werken ook nog eens heel goed samen met de onderwijsinstellingen. De ideale omstandigheden bieden waarin dat talent van die kinderen maximaal kan ontwikkelen. In het onderwijs, zeker bij jonge kinderen, dat er heel veel aandacht is om kinderen in aanraking te brengen met allerlei aspecten die ze mogelijk interessant zouden kunnen vinden. Een van mijn collega's, Martine Tollig, die werkt op de afdeling educatie. Dus die combineert eigenlijk het lesgeven op een basisschool met het werken in het museum. Of dat nou cultuur is, of wetenschap, of techniek, of natuur. Nou, die rijke voedingsbodem, heel erg gericht op talentontwikkeling, dat vind ik heel bijzonder van Leiden. Ja, Herman Boerhaave, vooral 18e eeuw, was hij de beroemdste arts van heel Europa. Hij werd wel de leermeester van Europa genoemd. De universiteit die huurde 12 bedden in dit gebouw. En daar bezocht Herman Boerhaave samen met studenten patiënten aan het ziekbed. Hij was een van de grondleggers van het klinische onderwijs. Die connectie tussen verleden en heden komt dus heel erg samen in dit museum. De essentie van Leiden vind ik wel, ja, de wetenschap is nog steeds overal voelbaar. En dat zorgt voor heel veel inspiratie. Ja, dit soort plekken, daar ontstaat het vuur, zeg maar, om te ontdekken waar je passies liggen.